Dan Lisette, iets anders. De Kamer debatteert vandaag over een heel belangrijk onderwerp. Ja, sinds het dodelijke spoorwegongeluk op 20 september vorig jaar mag de stint niet meer de weg op. En daar wordt vandaag over gedebatteerd. Het gaat namelijk om dat TNO-rapport dat kort geleden verschenen is over dat apparaat. Want daaruit bleek onder andere dat de stint niet veilig genoeg zou zijn. De PVV wil de onderste steen boven. Het belangrijkste van het debat is dat er nu eindelijk eens een keer duidelijkheid komt voor de politiek, maar ook voor de nabestaanden. Het probleem is, we hebben ooit innovatieve wetgeving bedacht die eigenlijk bedoeld was voor de ZKW op dat moment. En het vervelende daarvan is dat heeft geleid tot allerlei andere bijzondere voertuigen op de weg, waaronder de stint. Het moet om de feiten gaan en het moet duidelijkheid geven voor iedereen van wat is er nu gebeurd. En wie was er op wat voor moment verantwoordelijk, en ik wil al die informatie gewoon op tafel hebben. In die hele periode nu, sinds het ongeval, is er eigenlijk nog niets helder. En dat is heel vervelend. Mevrouw van Veldhoven, vandaag dus dat belangrijke debat. Is er eigenlijk een kans dat die stint nog terug de weg op komt? Nou, dat zou eventueel kunnen als het veilig kan. Want het was natuurlijk een ongelooflijk tragisch ongeluk. En tegelijkertijd vraagt de kinderbranche toch om dit apparaat. Omdat het juist veiliger is dan met al die kleutertjes over de weg lopen. Alle informatie wordt nu boven tafel gehaald. En of de stint terugkomt, zal afhangen van de vraag, kan het ook echt veilig? Maar het is dus nog wel steeds een optie. En ja, Mark, vind je, ik hoorde de PVV ook al zeggen, ja, het duurt allemaal zo lang. Vind je dat ook? Het duurt wel lang. Aan de andere kant, als aangetoond wordt, en dan moeten we ook eens een keer eerlijk zijn, dat echt een uitzondering was, dat het bedrijf is failliet gegaan. Hè? Dus dan zou je ook kunnen zeggen, wees daar streed in en zeg dat het weer mag. Dat kan ook een conclusie zijn. Ja. Mensen zijn altijd wel heel zwart-wit in dit soort dingen. Nou, dat valt me dan op. Ja, en politiek helpt dan vaak heel hard mee. Nou, we gaan in ieder geval afwachten wat dat debat vandaag oplevert.